Voor het eerst in maanden gaan we weer eens naar Rotterdam. Wie spannend. Weet je, wat denk jij dat dit gaat opleveren? 20 euro. 20? Ja, je had toch gezegd? Ik ga voor 40. Nee, 30. Zo? Ja, LP's zijn nog wel wat waard. En CD's tegenwoordig ook weer wat. Ik ben benieuwd. Wil jij nog wat doen in Rotterdam? Ik ben weer een beetje verslaafd geraakt aan het kopen van kleding. Kleding. En we gaan naar Rotterdam, want Sophie is vandaag jarig en we hebben cadeautjes voor haar. Misschien heb ik een idee, of niet? Ja? De CD's en platen ga ik verkopen bij een platenwinkel in Rotterdam. Ik zie hier gelijk iets wat ik nog nooit heb gezien. Hier zat vroeger de boekenwinkel zat hierin. Wat is dit? Een co-working space of zo? Hier zat dus vroeger de Donner in. Urban Outfitters heeft er ook in gezeten. Maar het ziet er wel cool uit. Wil ik zo even kijken binnen? Ik wil graag naar de Anna Nina. Oké. Okay. Volgens mij is dat alleen hier in Amsterdam zal vast wel weer. Dat zou kunnen, ja. Hoeveel geld was het? De inkoop wordt door iemand anders gedaan. En diegene die is pas op vrijdag, zei die? Ja. Ik heb nu al maanden dit in huis gehaald. Ik had geen zin om er meer mee te slepen, dus ik heb gewoon het maar gegeven en doe er maar wat mee. Er zaten best mooie dingen bij. Om het nou weer helemaal mee naar huis te slepen, daar heb ik geen zin in. Want dan duurt het weer maanden voordat ik hier ben. Maar ik denk dat ik er wel 35 euro voor had kunnen krijgen. Dat weten we nu nooit. Dat zullen we nu nooit weten, maar goed. Nog even terug te komen op de platen. Ik heb ze erachter gelaten omdat er niemand was om het in te kopen. En aangezien we nog een paar uur in Rotterdam waren, leek het me niet zo heel erg relaxed om daarmee rond te gaan lopen. Dus Gish zei, misschien moeten we ze gewoon achterlaten. Ik werd aangesproken door een kijker die dus haar werk daar had liggen. Boekenleggers en zo. Basically Brit. En nu? Gewoon struinen? Ja, lekker struinen. Lekker struinen. Wil je daar dus wel wat eten? Tuurlijk. Waar heb je zin in? Je gaat me altijd gelijk beetpakken als het iets met eten te maken heeft. Ja, dan voel ik me extra veilig om het erop te hebben. Oké, want wat wil je doen? Nee, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Oh. Ja, is dat ver, die ene met dit soort van mij ook? Nou, de richting die kant zit ook Anna Nina en zo, dus... Oké, nou kunnen we dat doen, toch? Ja, kijken of het niet te druk is, toch? Yeah. Yeah. Mijn favoriete broodjeszaak in Rotterdam. We vinden het altijd leuk om in winkels te kijken, om inspiratie op te doen voor eigen producten. Maar we kopen eigenlijk weinig zelf. We lopen nu naar waar vroeger Donner zat. En daar zit dus, ik denk, een soort van coworking space in nu, of zo. Ik ben benieuwd. We gaan het zien wat het is. Nou, gaan we weer verder. Maar wel grappig dat het er zit. Alleen het gebouw zelf gebruiken ze heel weinig van. Ik denk dat dat nog niet helemaal de bedoeling is van wat ze nu hebben. Toch? Nee, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Dat het nog helemaal anders gaat worden. Er is een zaak die ik altijd door elkaar haal. Another Story and the Cotton Club. En we wat staan hier voor de Cotton niet Club. Op elkaar lijkt. Maar... Nee, hij zit echt niet in... Oh, er zit geen Another Stories? Nee, in Rotterdam. Hey, jammer. Nee, dat was alles wat ik wilde. Anna Nina en Another Stories. Maar Anna Nina hebben ze wel. Ja, die hebben ze... Samsung one. Samsung is deze. Veel staat leeg. Kom je een jaartje in Rotterdam, is het allemaal weg? Ja, fijn toch? Vind je dat Wist fijn? Je ook niks. Oké. Okay. Ja, Guylaine heeft dus echt een scheidteken aan Rotterdam. Dus. Helemaal niet. Oh, hier trouwens, dit is het ultieme punt, schat. Kijk, wacht. Ja, ik zie het. Dit is... CNA's naast elkaar. Ja. Guylaine vindt Peking-Kloppenburg eigenlijk de CNA. En de CNA Peking-Kloppenburg. Ik denk dat mijn vader echt boos wordt als je dit zegt. Oh ja, zijn favoriete winkel, hè? Zijn favoriete winkel, ja. Ja, dat snap ik wel. Oké, kleine fun fact. Hier was dus altijd een heel groot grasveld. En de mensen uit de markthal wilden hier geen gebouw hebben. Maar de gemeente Rotterdam dacht toch, gaan we wel doen. Het staat al zo vol. Het staat al zo vol, laten we het nog voller maken. Want dat was wel fijn, dat grasveld. Ik moet dus wel eerlijk bekennen dat ik mijn papa steeds meer begint te begrijpen. Dat het allemaal zo snel verandert. Verandert allemaal. Ach ja, ik voel me een oude lul van 33 ineens. Alles verandert. Nou, ik maak me er ook niet zo heel druk om, maar ik vind het wel verbazingwekkend hoe snel het gaat. Den Haag is echt prachtig, hè, als je het vergelijkt met dit. Als Rotterdammer, moet ik wel zeggen, wordt Rotterdam al steeds lelijker, ja. Guylaine zegt net, waar is hij tegen opa aan het spelen, toch? Die vent hierachter. Dus er zit een grote graafmachine en hij is alsnog bezig. Ja, hij heeft tegen het grote geluid te spelen. Dat kan toch niet? Best wel lullig. Ja. Oh, ik heb zo zin in een coco met witte choco. Een coco met witte choco? Nou, ga er heen, meid. Ik zou zeggen dat je dan nieuwe dingen gaat proberen als je in Rotterdam bent. Maar ja, we zijn er niet zo vaak, dus dan ga je juist oude dingen proberen, toch? Nu Madame Coco.
Daar is die hoor. Weet je dat? Wil je nog even naar kijken? Zo, die ziet er wel goed uit, hè? Big boy. Ik heb er eentje met speculaas. Lekker. Ja, speculaaskruiden. Maar is wel een klein beetje chocola. Zo ziet die er van binnen uit. Is die van jou ook lekker? Ja? Vind je niet verwonderlijk dat we die Madame Coco binnen een minuut naar binnen hebben gewerkt? Ik denk dat de minuut voor mij nog lang was. Ik denk dat binnen 0,2 seconden. Heb je er dan nog van genoten? Ja, maar dat vind ik altijd een rare vraag. Natuurlijk heb ik ervan genoten. Ook al sla ik hem binnen een seconde naar binnen, heb ik er nog van genoten. Ik heb wel tijd in mijn leven gehad. Dat je dan aan het eten bent en dat je dan gewoon op een gegeven moment een uur later gewoon vergeten bent dat je het gegeten hebt. Dat heb ik elke minuut. Hij probeert Amelie te spelen. Ja? Nee, natuurlijk niet. Dat is zo heerlijk. Hoezo? Dat je zo afnokt tegelijk. Daar zien we de beste snackbar van Rotterdam. Ja, die, nou ja, ik vind het gewoon... Je mag het wel breder trekken dan Rotterdammer. Oh, het beste van de wereld? Nou, Zuid-Holland misschien. Ja? Je hebt natuurlijk ook nog Bram en je hebt ook nog Manneke Pis. Ja. Maar dat weet ik niet. Strijd. Misschien nou, deze. Ik test een keer doen. Wat de beste is van ja. Zuid-Holland? Zou ik kunnen doen. Sowieso moet ik een keer een foodtourtje Rotterdam, zaten we net te denken. Ja, leuk. Huh? Ja. Zoveel plekken waar je lekker kan eten in Rotterdam. En je ziet er maar een paar altijd in de video's, als je hem al jaren volgt. Waar we trouwens zouden een broodje gaan eten, dat raad ik altijd iedereen aan die naar Rotterdam toe komt. Gaan we dat niet doen? Jawel. Oh. Waar we zo een broodje gaan eten. Oh, ik dacht, we zouden een broodje gaan eten, dat is helemaal angstig. Ik denk, is dat nu opeens niet meer het plan? We waren op weg naar de winkel Anne en Nina, maar kregen we ineens trek in kokosmacronen die je in de markthal kon krijgen. Daarna wilden we nog gaan eten bij ons favoriete lunchtent Giuliano's. En? Nee, helaas. Viel tegen? Nee hoor. Nou, let's hope dat er plek is. Dat is vaak heel druk. Is het hier? Ja. Giuliano's, nou het ziet er wel heel druk uit. Maar. Hij is vol, meid. Uiteindelijk gaan we nu naar de snackbar. Dat is wel lang geleden trouwens dat we frit op hebben. Culinair genoten. Ik had wel iets meer zin in Giuliano's, moet ik eerlijk bekennen. Zo'n truffelkroketje. Die is zelfs lekker zonder iets. Zo lekker truffel, maar niet overheersend. Ah, zo lekker. Nadat we heerlijke friet en truffelkroketjes bij Tante Nel hadden gegeten, gingen we naar Sophie, haar favoriete plek. Het was nogal druk, maar gelukkig was er nog één plekje voor ons. Ben je er nog? Nee. Oh. Ik moet zeggen, een bril staat mij toch niet echt, vind ik. Wel hoor, schattig. Oh. Wat vinden jullie? Ik vind de bril niet zo. Maar ik vind de bril wel leuk, maar als ik mezelf zie, word ik niet heel vrolijk. We hebben twee cadeautjes voor haar. Ik ben benieuwd wat ze van het ene cadeautje vindt. We hebben hier namelijk iets zelf gemaakt. Gaan we het daar laten zien. En Ghislaine lijkt overprikkeld. Beetje wel, ja. Heb je oordop in? Ja. Okay. Het is iets te veel, denk ik, geweest. Onverwachts kwamen Sophie haar ouders ook langs. Het was erg gezellig en na een uurtje gaven we Sophie ons cadeau. Misschien heb ik een idee, of niet? Ja? Oh, super leuk. Oh, wat goed. Oh, dat is echt heel erg leuk. Ja. Oh, ja, dat leuk. Ja. Oh, dat is echt heel veel werk jullie hebben gestopt. Het is echt fantastisch. Oh, ik vind dit echt zo leuk. Stel dat ik in de sauna ben geweest, dat ik er daarom zo verlept uitzien. Je ziet helemaal niet verlept uit. Nee, ik vind het echt niet echt goed uitzien. Ja, vond ik ook inderdaad. Ja. Je ziet juist, juist zo jong eruit zien, meid. Omdat ik er niks op heb. Ja. Heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Je hebt een hele dag gemaakt. Het is leuk om te zien dat we binnen anderhalf jaar zo'n echte vriendschap hebben gekregen met elkaar. Nou, komt er weer een nieuw gebouwtje in het oude postkantoor. Ze hebben weer stickers dus opgeplakt. Kijk. Onbetaalbaar Rotterdam. Dit ziet er ook wel echt onbetaalbaar uit trouwens. Als ik het geld zou hebben, zou ik er ook best wel gaan wonen. Nou ja, niet midden in de stad trouwens. Als Rotterdam in hart en nieren... Moet ik het toch je toegeven dat Rotterdam wel steeds minder gaat worden, begint te worden. Mocht je nou nog denken van nee, maar dan moet je daarin en daarin. Wat ik nog niet ken, vraag me af of ik het echt niet ken. Laat het maar weten. Het was tegen de etenstijd en we besloten richting huis te gaan. Maar dat liep een beetje anders. Ik heb er nog een slang over gedaan om van Rotterdam naar hier te komen volgens mij. Lekker richting huis gaan, we even wat eten maken. Ik heb nog een aanslag of zo. Nog één? Maar waarom krijg je aan de vooraanslag? Ja, omdat ze dan bang zijn anders dat ze geld niet krijgen aan het einde van het jaar. Maar ik vind het wel dat ik denk, jezus, maar hoezo? Ik kan dit toch ook achteraf betalen? Dan heb ik het geld tenminste verdiend. Want dan zeggen ze, ja, maar dan krijg je het terug. Maar ja, het is toch raar. Ja, ik blijf het een raar systeem vinden van die Belastingdienst. Ja, het is eerder raar omdat het opeens, als je net betaald hebt van de vorige, dan komt in de toekomst er al aan.
Dat is natuurlijk een beetje gaar. Ja. Zo. Hey, even een vraagje aan jou. Nou, voor het eerst vooraanslagen gekregen. Maar is het heel toegankelijk dat je er twee apart krijgt? De ene is voor je inkomen en de andere is voor je ziektekosten. Hoe is dat het? Oké, dan snap ik hem wel. Oké. Ja, daarom is het wel handig dat ik jou verbel. Want... Ja, die kan je in 10 keer betalen, hè? Ja, dat ga ik ook doen, hoor. Ik heb een pakketje voor Freek besteld. Want Freek heeft hier zijn wc'tje natuurlijk. Kijk, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar hier zie je heel veel van het grit liggen van Freekie. Hè, vriend? En hier, kijk, helemaal eromheen zie je allemaal grit. Dat is allemaal van vandaag, want ik heb vanochtend nog stofzuigd. Dat doe jij wel goed, hè, Freek? Freek loopt erop. Het kattengrit valt er dan doorheen. En als het goed is, kan ik het dan gewoon eruit opstofzuigen. Maar dan ligt niet het hele huis vol met die dingen. Doen we hem zo, vriend? Is het oké? Kan je zo uittippelen? In mijn vakantie heb ik mijn passie voor koken weer helemaal teruggevonden. De komende tijd ga ik steeds meer koken op Vetgezellen. Ik hou vooral van improviseren, zoals ik vandaag deed. Ja, ik heb er zin in. Is met avocado, hè? Nou, wij gaan lekker eten. Morgen nog een heel klein iets, want ik heb iets heel leuks wat we voor het eerst kunnen doen. We gaan naar Paul Quinto, onze favoriete plekje in Voorburg. Waarschijnlijk gaan we daar een display neerzetten. De eerste display van velen in Nederland.